dierendag. De oude en de nieuwe. Goedemorgen, het is woensdag en we beginnen de dag met een... Ja. Jola zit nog op de wc. Bart heeft vandaag het ontbijt geregeld, dus daarom zit ik aan een broodje pindakaas, chouderansje en een koffietje. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag woensdag en we beginnen de dag met een latsdag. Wauw, dat is nog eens een goede start van de dag. En ik krijg vandaag mijn nieuwe camera. Mijn nieuwe camera. Ja. Nee, dat is een beetje een gedoe, hè? Ja. En vooral zwaar. En die andere heeft een veel betere microfoon. Ja. Ja! Kunnen we alles goed horen? Het is nu 10:10 en de camera kan komen tussen nu en 5:30. Dus we weten nog niet hoe laat hij er is. Dat betekent dat we nu lekker even gaan eten, want Jola is er weer. En dan gaan we even naar de Action. Dan gaan we kijken wat we kunnen kopen voor onze gender reveal party. We hebben al wat dingetjes besteld, maar we gaan ook nog even voor wat dingetjes kijken. Zodat we kunnen beginnen met daar dingetjes voor knutselen. En we gaan onze nagels lakken met een speciale nagellak die goed blijft zitten. En ik moet boodschappen doen, want morgen dan ruil ik van eetdagboek, dus van voedingsschema, ruil ik morgen met Laura Breijen. Ga ik weer van alles eten wat iemand anders eet. Dat is heel raar. Maar daar moet ik dus even boodschappen voor doen. Ja. En mama. Oh ja, en we gaan wat lekkers kopen voor Dexie, want het is dierendag vandaag. Dierendag, het is dierendag, dierendag. Nu gaan we wat lekkers kopen voor Dexie. Dierendag, dierendag. Er zit minder in. Elkaar reed, maar welke? de helft van zo één? Of? De helft van zo één. Wat moet ik kiezen? Nee, jij mag niet kiezen. Stel je voor dat ik dit in mijn voedingsschema had. Meelwormen. Die kun je dus gewoon bij de Albert Heijn kopen, hè? Nee, nee. Is die dan? Daar is die dan, daar is die dan. Oh yes. Ta-da-da. Na 2 jaar hebben we eindelijk, bijna 2 jaar, hebben we een nieuwe. Een nieuwe die weer heel veel dingen zal gaan meemaken samen met ons. Hè? Heel veel zal gaan meemaken. Ja, maar mijn camera heeft geen leven. Dat is een kleine kindje. Deze heeft wel een leven. Is dit een andere? Ja. Als het goed is, kan het klepje nu 2 kanten op, hè? Ja. Maar dan moet je hem wel echt omzetten, maar waarvoor zou je dat doen? Het ziet er wel minder stevig uit. Ja? Oh. Wow. Huh? Waarom ziet het minder stevig uit? Dit was de oude camera, jongens. Hij is dood gegaan. Dit ziet er steviger uit. Mijn babytje. Oké. Okay. Ik hoop foto dat hij dezelfde batterij erin gaat. Deze voelt heel leeg. Alsof je dat kan voelen. Hij is niet zwaarder of zo als hij vol is, hoor. Huh? Oh nee, maar hoe kan het dan dat hij zo licht is? Nou, dat kan. Ja? Ja. Mooi. Mooi. Kort. Voor Dierendag krijg je wat lekkers, Dex. Gefeliciteerd, Dex. En doggy shampoo om mee te wassen. En we hebben nog nat voor. Dat vind ik heel lekker. Mag wel voor een keertje. Papa, nou weet je, we gaan nu onze nagels doen. Zo leuk. Alles Sandro.
Het is dus met zo'n lampje erbij. Soms kunnen er twee onder. En dan duurt het even voordat je alle vingers hebt gehad. Maar ik ben wel benieuwd. Als het echt beter blijft zitten dan gewoon nagellak, dan is dat natuurlijk wel de moeite. Voelt het al harder bij jou weer? Ja, bij mij voelt het heel hard. Ja, maar is het niet nog nat aan de bovenkant? Nee. Bij mij wel. Under the way en ik heb het koud. Wat is het koud vandaag? Ligt het aan mij? Nee. Er staat een hele harde wind die gewoon pijn doet aan mijn oren. Echt een herfstwindje. Wat gaan we doen, joh? Nee, Janne wil eten! Zijn we lang niet geweest? Heel lang niet geweest. Zullen we eten? Gangbal? Je weet, zou kunnen. Dat is wel lekker hoor. Misschien dat ik dan maar gewoon vlees eet. Ik moet morgen toch ook vlees eten. Oh, dat is een hele goede reden. Ja. Ja, ik morgen toch vlees eten, dus dan doe ik nog extra slecht. Nou, ik ga niet weer mijn gehaktbal afstaan aan jou hoor. Zeker niet. Nou, Bart, ik eet als mama langs de Vebo gaat, bij de Vebo gaat, eet zij een patatje en eet ik een frikandel of zo. Wat? Frikandel of zo. Frikandel. Ik ook wel. Ik kan een foutje maken. Dat mag ook wel, schat. Ja, je kan hem nu ook nog zo doen. Hallo. Hey. Mm. Oeh, we gaan lekker dat is eten. Meer als je hem zo draait voor eten, dan kan je hem ook de andere kant op. Ja, hij kan niet verder doen. Oh, ja. Werkt dat? Ja. Okay. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Geniet van je vlees. Oh, wat een lekker toetje. Oh, yola yola. Nou, gaat u maar dan. Wil je zo uitkomen? Nee. Oké, ik ga geen broodjes maken. Nee, niet voorzeggen, joh. Niet voorzeggen. Dat had ik natuurlijk al aangekomen. Hey Dexie, dierendagmaaltje. Ja, ja. Tam, tam, tam. Tam, 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 wat kan je doen voor zo'n hond, dacht ik. Dan in ieder geval maar lekker je mandjes wassen, hè? Ah, oh, hij vindt het wel lekker, denk ik. Hè? Heb je een mandje weer? Ik ben dus altijd aan het kijken naar deze weer nu. Hij doet het nog steeds niet hoor, maar ik wil hem proberen zelf te maken. En dat gaat wel een tijdje duren, denk ik. Maar het zal wel lekker zijn, want dan heb ik gewoon een backup cameraatje voor hier thuis voor wanneer Jola of Bart bijvoorbeeld eens een keertje wil vloggen. Het zou wel leuk zijn. Nu even mijn rust. Het is 11 uur. Ik ga lekker naar bedje toe. Hartstikke bedankt voor het kijken voor vandaag. En vergeet zeker morgen niet te kijken, want dan ga ik met Jola naar Nemo in Amsterdam. Dat is super leuk, want dan kun je allerlei testjes en proefjes en dingen uitproberen. Nou, daar is Jola heel erg gek op. Dus ja, heel veel zin in. De leraren en leraressen staken morgen. En daar gaan wij er mooi gebruik van maken. Tot morgen! Doei!